Vandaag spelen we bankzitters. Wie van de vier? In elke ronde is er met één van ons iets aan de hand en wij moeten raden wie dat is. Ik heb autisme. Dat moet je dus niet zeggen. In ronde 1 hebben wij alle vier een schokband om, maar bij slechts één iemand gaat die daadwerkelijk af. En die krijgt de schokken de hele tijd. Ik heb hier geen zin. Ik heb zoveel rood vlees gegeten gisteren. Ik denk als hij bij mij afgaat, laat ik echt alles lopen. En in elke ronde krijgen we precies 5 minuten om erachter te komen wie de mol is en wie in dit geval dus degene is met de schokband die regelmatig afgaat. Aan het einde van de ronde mag iedereen stemmen op wie hij denkt dat het is. Bij een goed antwoord krijg je 1 punt. Als mol kun je ook punten verdienen. Want lukt het jou om niet de meerderheid van de stemmen tegen te krijgen, krijg je er maar liefst 2 punten bij. Ik heb dus een beetje strak gedaan. Ik heb wel een soort van paarse handen. Zo strak zit ik in de hele Bluetooth voet niet meer. Bij mij zouden jullie het eigenlijk gelijk kunnen weten als ik dan een stijve krijg. Wat? Dat heb ik van pijn altijd. Goed. Tijd gaat nu in. Wacht, wacht even. We weten natuurlijk niet wanneer dat ding afgaat. Nee. Het is gewoon tante spannend. Nou, waarschijnlijk als iemand, niet ik, op de grond ineens ligt te kamperen, dan gaat het waarschijnlijk af. Dat zou kunnen. Jongens, ja? De tijd. Nee, ik was net aan mijn reet aan het krabben. Oh ja. Ik zei, ik jeuk hem aan als toen ging krabben en toen begon jij. Jongens, de tijd gaat in 3, 2, go! Oké, maar nu moeten we dus goed kijken naar elkaar. Vertel jij eens, wat heb je vanmorgen gegeten? Ik heb vanochtend een boterhammetje met roerei gegeten in het hotel. En daarna heb ik... Doe je handen omhoog? Wat? Doe je handen omhoog, allebei? Allebei, gewoon zo in de lucht. Vertel het door. En daarna heb ik, wat heb ik nog meer gegeten? Broodje met zalmfilet. Dat was erg lekker. En ook een zuurtje zat erbij. Dat is zuurtje bij. Ik vind hem wel clear of zo. Ja. Wat gebeurde daar nou? Nee. Vond je het een leuk verhaal? Hij vond het een beetje schokker over. Vond je dat niet? Hij had elleboog. Oh, dat was elleboog. Oké. Maar ik vond het toch een bepaalde actie. Ik heb ook echt een stuiptrekker. Oké, maar wat heb jij gegeten dan? Nou, ik... Waarom bouw je je vuist zo weg? Ja. Je hebt nog nooit een stuiptrekker gehad in je hele leven. Ik heb dat nooit gezien. Nee, maar ik zit in de stress. Ondanks dat ik weet dat ik het niet ben. Oké, ja, ik weet niet precies wel. Maar wat heb je gegeten dan vanmorgen? Nou, niet zoveel. Dus daarom heb ik net hier even een broodje gepakt. Maar ik snap niet waarom jij nooit ontbijt voor dit soort opnames. Heb je wel thuis geslapen vandaag? Ja. Nee, maar was er toch wel iemand bij? Nee. Helemaal, heb je in je eentje geslapen? Dat was wel verwennen, moet ik zeggen. Veel lang geleden. Ja. Okay. Doe jij je handen in de lucht? Ja, die is alle. Nee. Je handen ook. En draai je een rondje. Maar hij gaat toevallig nu niet af. Hij had wel een goed verhaal. Kant op. Ja, hij heeft wel een goed verhaal. Een goed verhaal. Ja. Hij lag in zijn eentje in bed en toen is hij hierheen gekomen. Hé, hey, Roel. Ja. Jij kan natuurlijk tegen dit soort dingen. Hij zit hier hij wel strak hoor. Ja, of niet? Hij kan heel goed. Hij moet hij echt wel op standje 1000 voordat hij iets voelt. Klopt. Hoezo kan je zo goed tegen pijn? Leg dat eens uit. Nou, ik heb dus die klufthoofdpijn. En daar heb ik een hele hoge pijngrens. Oh ja. Maar toch zei ik altijd, dus dan weet je hoeveel pijn ik wel niet heb. Dan moet je heel veel pijn hebben. Ja. Ik zie niks aan hem. Hij is gewoon helemaal rustig gewoon. Deze brief. Ik ben vooral aan het observeren. Hij staat te stutteren. Maar Matt, jij kan het ook nog zijn. Nee. Jawel, je zou het kunnen zijn. Nee. Ja, maar Matt zou echt wel de hele tijd kermen van de pijn. Ja. Ik heb Matt 1 keer zo'n ding zien hebben tijdens die pruimrijd. Was dat geen act? Nou, ik kreeg het toen ook. Dat was geen act hoor. Nee, maar... Dus daarom weet hij nu dat ik het niet ben. Jij kreeg hem heel veel. Huh? Ik kreeg hem 6 van elkaar. Ja, maar hij staat heel erg te schokken staan. Met handje zo te bewegen. ik vind hem te rustig. Ja, hij is al pijn als in de supermarkt rijdt. Als erin. Hij is te rustig. Hij is veel aandacht op, hè? Ik weet niet hoe hard dat ding is. Zou ik toch juist niet doen als ik een schok heb? Lijkt alsof je zelfverzekerd bent. Dan wil ik toch het gesprek daar laten voeren. Je hebt eigenlijk gewoon de aandacht hebben, dat is meer ding. Ja, dat wel. Misschien moeten we heel stil zijn. Hij zit wel goed nog. Even stil. Even van die punten. Hey. Je wilt hem horen loeien. Ik wil gewoon die gemoffelde kreuntjes horen. Ik moffel niet. Nee, jij zorgt ervoor dat er gemoffeld wordt. Wel, nee. Wat was dat? Ik ben het niet, dat zeg ik nog. Er is geen achterstuur. Jongens, wie ben ik? Wel, nee. Maar die man doet ook gek. Vind je niet, Roel? Jij bent voor mij die heeft zo'n lachkick de hele tijd. Ja, het kan een reactie zijn op. Ik heb wel een beetje tranen in jou, maar dat komt van lachen. Ik ben dus vandaag de Witte Bergen geweest met Milo. We waren dus gedate, ik was gedate van, hey, ik zag je net bij de Witte Bergen, slaap hier ook vandaag. En toen had ze die dus een half uur laten verwijderen. Toen vond je ook zus, hè, dat er gebeurt. Ja, dat was zus, ja. Dus lopen wij heel trouw dat hij die ontbijt zal binnen ochtends. Ik vind het nog een leuk verhaal. Ja, die Koen staat te luisteren en die zie ik gewoon... Het zou bij Koen ook best kunnen dat er één schok is. Uitzonen. En dat hij dan de rest van de video alleen maar aan het wachten is op die twee. In ieder geval, we kwamen die ontbijt zal binnen en ze zat daar dus. Wow. En toen zei je van super lekker bij met je foto zien, dat was gewoon lelijk. Nou.
Ho! 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 Hey. Mogen ze af? Ja. Hij wil heel graag. Hij wil wel heel graag. Maar ik vind het gewoon geen fijn gevoel om te weten dat zij de macht over mij hebben. Wat nu uiteraard niet het geval was. Komt u maar met de bordjes hoor, ik weet het al. Ik vind hem lastig. Het is voor mij 50-50. Jongens, dit was even een inkomronde. Laten we daarom houden. Dit was een inkomronde. Ik denk ook dat als dit hem dus echt is, dan was het niet een ronde voor diegene om dit te bluffen. Wat bedoel je? Ik denk niet dat deze persoon die ik heb opgeschreven, dat die een hoge pijngrens heeft en dat hij hiermee weg zou kunnen komen 5 minuten. Oké. Of het was dus iemand die wel een hoge pijngrens heeft en ik zit er helemaal naast. Ik had dus te denken, zou het Koen kunnen zijn? Zou het kunnen? Dan nee. Dat ging je echt mis. Maar toch denk ik, als hij het was, zou je dat nog meer gemerkt hebben. Ja. Bij jou denk ik het ook. Dus... Nee. Ik denk dat het Roel is, man. Nee, ik denk dat het Roel is. Roel, die zou gewoon aan de lopende man die schok kunnen krijgen en gewoon zeggen... Ja, maar ja. Maar uiteindelijk dag. Trekt het toch ook samen met zijn school? Ik weet het niet. Maar ik denk dat je bij Koen meer, dat je nog meer gemerkt had. Ja, Koen die stond veel strakker met... Nou goed. Als het Koen is, daarom heb ik Koen ook. Ja, als het Koen is, heb ik wel respect voor hoe goed hij het heeft ingehouden. Maar toen die autotune uit Nice aanging, wist ik het zeker. Ik vond dat Milo mij heel erg framede. En dat doet vaak iemand die het is. Ik denk dat het Milo is. Wel met een hartje op de i. Als jij het bent, heb je het goed gedaan. Ik had toch wel Koen gestemd. Ja, daarom... Ik dacht inderdaad dat jij op mij zou stemmen. Dat had ik het zeker geweten. Maar nu zal het dus waarschijnlijk niet zo zijn. Oké. Okay. Wil degene die het echt was, zijn hand in de lucht steken? Ja! Nee! Ja! Hey! Wat? Dit is mensenkennis. Dit is pijn, man. Ja, holy fuck. Hij kan dat tegen, je kent hem toch? Op een gegeven moment, je ziet wel op een gegeven moment gaat hij voor het eerst een standje harder. Je kent harder, hem toch? En op een gegeven moment gaat hij zien mijn arm ging leeg. Deze Brie laat minder merken van die schokband dan hij van die twee puntjes in zijn arm. Daar had hij al zoveel pijn van. Jullie hebben toch al mensenkennis? Kooi, joh, jongen. Jullie hebben toch al mensenkennis? Je kent hem toch? Ja, dat is ook zo. Maar hij gaat kapot voor de pijn weer. Helemaal niet, ik deed niks. Hij ging echt hard op een gegeven moment. Die man doet ook gek. Vind je niet, Roel? Jij bent van mij. Die heeft zo'n lachkick de hele tijd. Ja. Dacht je dat hij niet werkte? Ja. Koude mooi. Mooi dat de bedoeling is dat je dus niet reageert. En dat ze daar dan denken met de dingen in de hand. Oh, hij werkt niet. Zet hem aan. Hij heeft echt goed gedaan. Dat betekent dus dat jij 1 punt hebt en Roel gewoon 2 punten. Tering, man, maar dat wil ik echt niet. Oh, maar dan ga ik oprecht over mijn huis. Nee, ik wil dit niet. Ik wil dit echt niet zijn. Op het moment dat ik dit ben, dan ga ik ook niet eens een poging kunnen doen om te verbergen. Maar gaat de tijd al in? Nee, want eerst gaan we jullie nog even vertellen over natuurlijk de prachtige product AirUp. AirUp zorgt ervoor dat je smaak kan proeven door middel van geur. En het mooie is, ze hebben nu een pop-up store. Ja, dat was eigenlijk wat je moest zeggen. Op Koningsplein 5. Je kan nu naar de pop-up store van AirUp gaan als je bijvoorbeeld smaken wil proeven, nieuwe smaken. Of als je nog niet overtuigd bent van het product. Je denkt, eerst wil ik dit wel eens zien voordat ik dit ga aanschaffen. Nou, dat kan nu. En wij gaan er ook naartoe, dus kom gezellig langs. Dan kom ik ook. Ja, ik denk niet dat mensen dat leuk vinden. De Sinksalf. Ja. Dames en heren, even voor het leuk. Ik woon dus op Koningsplein 7 daarboven, dus bel gezellig aan. Jij zit heel erg in die dampen van de AirUp. Heerlijk is dat, hè? Dit is goed kut. We kunnen nu wel zeggen dat het niet zo is, maar mensen gaan toch aanbellen. Voor de mensen die zich afvragen wat dit is in mijn haar, dat is voor een hele leuke serie die eraan komt. Voor de mensen die zich afvragen wat dit is in mijn wenkbrauw, dat heb ik gedaan omdat Lisara dat ook heeft. Kom, we gaan door met de video. Okay. Ik denk dat mijn AirUp smaak gewoon die vissappen zou kunnen maskeren. Ik hoop het. De tijd gaat nu in. Wat moet ik dan doen? Nou, ik zou zeggen, proef maar eens. Nee. We doen het allemaal tegelijk. We kunnen het eerst slokken even tegelijk allemaal. Ja. Slokken tegelijk. Nee, we doen het op één slok, überhaupt. Nee. Ja. 3, 2, 1. En niks aan de hand hoor. Neem een teug. Nog een teug? Hoezo? Nee, een teug. Maar dit is weer wat geval. Als roelen mee merk je gewoon helemaal niks. Gozer, ik vind dat ook echt fucking smerig. Vissap? Ja, jongens, kijk. Hij gaat bluffen. Hij zit te bluffen. Blazen naar mij met die adem. Wil jij even een slokje? Zo, klinkt. Het bubbel bijna even is heel geloofd. Ik heb het doorgeslikt. Ja, doe even een nieuwe stap gorgelen. Volgende ga ik niet doen, man. Even nieuwe. Ik ga niet gorgelen. Ja, doe even. Nee, doe uit principe niet. Dat hoort niet bij de opdracht. Doe even nog één slokje. Nee, maar ik vind het geen lekkere smaak AirUp. Ik vind AirUp heel veel lekkere pots, maar... Oh, maar die vind je wel lekker. Nee, dit is met citroen. Ik ben allergisch voor citroen. Hij zit hier gewoon vrijwillig te drinken, dat is ook zus, hè? Ja, klinkt heel troebel. Ja, heel weinig heeft hij ook, man. Doe maar even je mond heen weer. Ik doe het zo meteen, maar even de volgende. Even over die roel. Even die roel. Ik ga niet zo meteen nemen. Jawel. Nee, vind ik niet leuk. Voor de opdracht. Je moet bewijzen dat je het niet bent, hè. Dat is het idee. Ik ben het niet. Neem een slok.
Je weet het. Doe jij? Ik wil even lekker gorgel. Oeh, moeite hoor. Ik heb geen moeite mee. Nio, even gorgelen. Ja, dit is zo moeilijk, ouwe. Gorgelen, waar slaat dat op? Nou, dan weet ik weer dat je iets in je mond hebt. Dat heb ik nog steeds niet gezien bij jou. Je neemt hele kleine slokken, waarom? Ja, hele kleine slokken steeds niet. Waarom? Dat is nog een kleine slok. Jawel. Oké. Je hebt nu de geur van je pot die het een beetje maskeert. Druk hem even in. Ja, druk de pot even in. Nee, dat ga ik niet doen, man. Ja. Ik vind dat niet leuk. Zullen we allemaal even een potje indrukken? Potje indrukken, okay. En niet die geur van die pot die het maskeert. Oké, beginnen bij Koen. Maar hij vindt het ook lekker, die anchovies en die dingen. Hij vindt het helemaal niet erg. Mm. Wacht even. Die Koen die heeft een rare reactie. Ik heb gewoon water. Ja, maar je zit zo heel blij te lachen erbij. Ja, ik ben gewoon blij alsof, dat maar, ik geen vis... Het komt over alsof er een beetje moeite is. Zou ik nog eens op nemen? Grote teug. Kijk, je ziet hem lachen. Deze reactie. Dit bedoel ik. Precies dit bedoel ik. Zijn we niet meer mee eens? Het gelijk als hij heeft niet echt geoond deze ronde. Dat kan. Jij. Maar vergeet niet dat ik net het goed had, hè. Vergeet dat niet. Jo, misveelt je hand, jongen. Bro, ik vraag of hij het nog een keer kan doen. Ik zeg er toch niks mee. Dat willen we jou ook even zien doen. Zo'n grote slok slaat nergens op. Maar waarom zou ik zo'n grote slok moeten nemen? Je zit de tijd weg te spelen. Neem een slok. Ja, neem een slok. Groter! Neem een grote slok. Zou het hem zijn? Voor mij is het maar goed hoor. Dit komt niet door Erb, mensen. Dit is een visantje. Wat een vies water zeg. Ik weet het niet, maar ik word heel misselijk. Gisteravond heb ik iets verkeerds gegeten, denk ik. Dus ik vind dat water zonder die pot helemaal niet lekker, man. Echt heel, ik ben gewoon zo gewend aan Erdup dat ik van dat water helemaal niet meer kan drinken. Milo, ik ben helemaal niet meer gewend hoe water smaakt. Het is tijd. Hoe was die eerste slok? Vies, man. Echt. Niet bar. Ik ga nog niks zeggen, trouwens. Ik zeg al niks. Hey! Roer weg, man! Oké, okay, ik heb Milo met een verdrietig gezichtje, want hij heeft een vissap gedronken. Ik ga gewoon mee met Milo. Milo! Vind je het niet leuk, jongens? Ik weet zeker dat het Koen is. Wil degene die de vis... Waarom moet ik het nou ook weer krijgen? Het ratje bepaalt. Mijn enige aasvijand. Die vissenmeuk. Houden we de volgende? Nee, blijf volgende puntje. Oké, dus één van ons die zit, staat of hangt op zijn kop. Mogen we rondlopen? Nee. Moet het op basis van gesprek? Hoe kan je op je kop zitten? Wacht even, we moeten een gesprek voeren. Oké, Milo, wat doe jij op dit moment? Zit, sta of lig jij? Ik zit. Mat? Ik zit. Weet je, de kleermaker zit. Koen? Ik vlieg. Ik zit namelijk ook in de kleermaker zit op de grond. Ik zit niet in de kleermaker zit. Hoe zit jij dan? Op een stoel. Echt? Kun je kijken, Milo? Ik hoor Koen wel een soort van moeite hebben met praten, alsof het lucht eerder eruit gaat. Leuk man, grappen maken over mensen stotteren. Nee, ook al aan het begin. Ook aan het begin, ik zit gewoon op mijn godje. Hoe zit je dan? Ja, ik zit op mijn billen en heb ik Nee, je zei net dat je vloog. Ja, dat was een grapje. Ik zit op mijn billen en dan heb ik mijn benen zeg maar een beetje omhoog en ik heb dan mijn ellebogen op mijn knieën en mijn handvat. Oké. Mat, kan jij eens een verhaal vertellen over een kip die naar een restaurant ging? Een kip die wilde een keertje gewoon wat leuks doen. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo op zijn kop hangt als Mat. Een kip ging... Die zou zo geen adem hebben. Bij Koen is het een hele andere echo, die praat echt naar de grond toe. Dan praat ik niet naar de grond. Ik heb mijn hoofd tussen mijn knieën. Wat kan iemand die op zijn kop hangt absoluut niet? Ja, drinken wordt moeilijk, klappen. Maar dat kunnen we niet controleren. Klappen. Ja, klappen is, Roel. Klap nog eens een keer. Dan zou je niet kunnen klappen. Ja, geen idee, dat zegt Mat. Die zal het wel iets beter. Stampen. Stampen! Dat is een goeie. Mat, stamp jij eens. Ik stamp nu. Stamp jij eens, Koen. Milo. Ik en nu? Nee, boeien. Stamp jij ook eens even. Oeh. Bij Koen duurt het heel lang. Je moet zijn voet helemaal aan de grond halen. Bro, ik moet mijn voet omhoog halen, want ik zit met mijn voet op de grond. Wacht Kijk, even. Luister. Je zat net op je kont, zei je. Daarvoor vloog je. Je verandert elke keer. Ja, ik zit op mijn kont, maar ik zit niet met mijn voet in de lucht, vriend. Je bent geen mogol. Je kan nog iemand informeren. Iemand bellen, mafkees. Waarom zit je... Kijk, luister. Ja, nu heb je heel veel tijd. Ja. Mat. Ja? Dit is toch heel raar geluid? Wat? Ja, jouw stem. Mat. Ja? Ja? Hij houdt het niet meer, hè? Hij houdt het niet meer. Heb je het koud of niet, Mat? Nee. Heb je het niet koud? Ik hoor hem bewegen. Bewegen? Mat? Ja? Ben je er nog?
Ja. En hoe voelde dat al het bloed in je hoofd stroomt? Dat is toch altijd zo, anders kun je toch je hersenen niet functioneren. Ja, maar meer dan normaal. Oh jongen, echt deze man. Hij redt zich er bijna uit. Miel, wat denk jij? Ik ben er vrij zeker van dat jij niet op je kop hangt. Dat denk ik ook bij jou, vriend. Nou ja, goed, dan zijn we er toch. Het is toch sowieso mat? Weet ik niet, ik vind die Roel ook... Roel praten? Roel is echt veel te weinig, man. Ja, nee, ik lig nu op de grond. Waarom? Nou ja, ik denk ik ga er even bij liggen, want dan kan ik kijken naar de audio, oude geluidsgolven, of die van hoger of lager komen. Je hield het niet vol met, hè? Je hield het gewoon niet meer vol, vriend. Niet meer vol met wat? Ja, met op zijn kop staan. Het hele idee is toch dat ik de hele tijd op mijn kop blijf staan? Waarom lig je dan? Omdat ik niet op mijn kop sta, dus ik mag gewoon alles doen wat ik wil. Ook weer zo. Hoe? Ja. Kun jij eens achter elkaar de tekst van je blik richting mij voorlezen in je hoofd? En dan hardop wel? Mijn tekst? Nee, gewoon de hele tekst. Om bij jou te kunnen zijn, werk ik langer om. Betaald dromen over uren over ons is wat mijn nacht bepaalt. Je blik richting mij en de dingen die je zei. Ik kan niet kosten. Nee, maar dat klopt. Goed. Raoul de Graaf. Het klinkt van geen rust, maar waar ligt dat op zijn kop hangen? Nee, zeker niet. Zo klinkt hij altijd. Daar was ik het kwijt. Oei. Voor mij is het een 50-50 en ik ben niet zo heel overtuigd. Dat meen je dan niet? En mijn theorie is dan... Ik stem op Roel, man. Ah, joh. Ah, je bent een mogol. Je bent echt een newbie. Bro, dat zingen. Het kan niet zo slecht van zichzelf zijn. Dat kan niet. Jawel. Als het echt zo slecht van zichzelf is, ja, dat weiger ik te geloven. Maar jij zit alleen maar op hem om dit te kunnen zeggen. Het is zo onnodig om een leuk grapje te maken. Het is niet een leuk grapje. Roel, ik weet dat je beter kan dan dit, maar je hangt op zijn kop. Ik lig op de grond. Oké, okay, cool, wat stem jij? Sowieso Mat. Oké, okay, ik stem ook op Roel, man. Ja, omdat dan, ja. Ja. Ja, ik stem op Mat. Want okay. Mat, ja. Misschien is het tijd dat jullie je blinddoeken afdoen. Ja. In 3, 2, 1. Hey, Kooi, dit is zwaar, ouwe. Holy shit. Godverdomme. Heb je nou 2 punten, man? Ja. En jij 0, hè, vriend? Mijn godje. Ja, hoeveel jij? Ja, nu eentje erbij. Ja, dit was zo duidelijk, hij was, jongen. Hij praat helemaal zo. Hoe kan je dat niet doorhebben? Ja, ik dacht echt, ja. Koen. Ja. Koen. Wat? Ja? Milo? Ja? Moet ik niet die eerste adem verliezen, weet je? Dat zou zonde zijn. Milo, kan je heel diep inademen en dan uitblazen? Misschien van nature niet, ik zal het proberen. Mat, kan jij dat doen? Koen, kan jij dat doen? Doe het zelf eens. Je bent hierin getraind. Waarom moeten die blinddoek ophouden? Nou, omdat Milo waarschijnlijk helemaal begutst is. Ja, ik denk dat... Ruiken die iets? Ja, mogen we elkaar aanraken en ruiken? Ja, aanraken zou ik niet doen, maar ruiken. Hé, hey, joh, gadver, ik ruik helemaal... is vies, vies. Milo ruikt niet bezweet, man. Ja, maar als het Koen is en ik zelf ook, ik zweet niet zo snel. We moeten ons ook afvragen, had Koen het gered in deze tijd? Meer zou Koen het hebben gedaan op zijn schoenen. Welke schoenen draag jij, Koen? Die New Balance, die blauwe. Atja! Zijn die duur? Zie. Stel die vraag dan niet, hij vindt het zo lekker om te kunnen zeggen. Oké, okay, zullen we misschien ook even iets van workout doen? We kijken wie de eerste dan moet. Ja, maar dat is altijd Milo. Dat is even een opmerking. Ik ga knieën even, oké? Ja, ik ook. Ja, ik ook. Roel doet niks, ja. Wat is dit? Nee, je verbergt nu alleen maar meer dat je uitgeput bent omdat je nu iets anders gaat lopen doen. Oh, dat vind ik ook. Dat vind ik even een goeie van Roel. Ja, dat vind ik ook een goeie, ja. Maar Koen springt er wel heel snel bovenop weer. Ja, hij springt wel bovenop, ja. Spring er snel bovenop, Tot een test. Wat stel jij voor dan? Nog even besnuffelen. Ik zou hem nog even besnuffelen. Waar is hij? Mat, jij staat er dichtstbij. Mag ik aan je voor ogen voelen? Gadverdamme, niet doen. Mat. Ja? Je bent wel, heb je de laatste tijd nog veel hard gelopen of niet? Nee. Nee, nooit meer. Nooit meer. Ik zou kapot Jongens, zijn. Jongens, jullie weten dat ik het niet ben. Ik zou helemaal kapot zijn als ik een rondje om het gebouw moet rennen. Het rondje om het gebouw is echt 20 meter. Ho, hoe weet je dat? Oh! 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 Je bent het net. Je bent er net langs gereden. Dit is een heterdaadje. Je bent er net langs gereden. Onze auto zat op de parkeerplek en dan heb je toch gekeken waar het was. Nummer 11. Het is toch dat kleine driehoekige halfronde gebouw. Oh ja. Koen. Ja. En ben je de laatste tijd nog veel bezig gymmen? Nee man, een paar maanden al niet. Dat is niet te zien. Ja, dat is die Koen. Ik hoor iets in zijn ademhaling. Ja, dat is het. Het is diep, hè? Diep, heel diep. Het moet van ver komen. Het is goed met jullie. Nou, dit is voor mij een ABC'tje. Want hij zegt 20 meter. En ik heb anders geen idee. Ja, ik blijf bij mijn allereerste gevoel, bij de allereerste teug naar adem. Het is Koen. Ik ga ook op Koen. Ja, het is Koen. Geen twijfel. Hij had echt een nadeel dat hij als eerste gevraagd werd. Ja, maar hij kan het gewoon niet. Dat is ook niet erg. Zeg maar, wat voor mij die vis op is een rondje rennen voor Koen. Zullen we onze blinddoeken afdoen en dan zullen we waarschijnlijk zien wie de juiste rondje heeft gerend. In 3, 2, 1. Die eerste adem, Koen. Ja. 20 meter zegt hij. 2,5 kilometer rennen van dit gebouw. Yeah.
Oh, joh, wacht. Helemaal verrot. Die tomato. Ik kom hier binnen, ik kan niks meer. Schitterend. Ja, dan zie je helemaal niks aan mij. Wat een alcoholist. Jongens, ik ben deze keer echt niet. Hij zal de meeste moeite hebben. Ja, ik zou zeker de meeste moeite hebben. Ik weet niet of dit onderdeel van het spel is, maar ik vond dat we lang hier geblinddoekt met koptelefoon moesten wachten. Dus ik denk dat moment... het iemand is die moeite heeft met vijf shotjes nemen. Mijn laatste nummer was Ome Duo, maar dan de originele versie. En die heb ik helemaal geluisterd. Ja. Maar wat bewijst dat? Nou, dat ik dus wel muziek geluisterd heb. Dus ik heb geen shotjes genomen. Oké, want ja, wij kunnen dat bewijzen. Oké, ik denk dat gedurende die 5 minuten dat we het gewoon een beetje gaan merken. Oh, mijn vis. Ik zit nog te kijken. Nee, ik ben observeren. Kijk, ik denk dat je de eerste, vooral, je moet bedenken, hij heeft het net gedaan. Echt net. Hij? Je hebt een hele grote vlek op je mond. Waar? Het is weg. Nee, het is weg. Hoe langer het duurt, ja, hoe meer het wegzakt. Op een gegeven moment gaat het nu heb je nog reactie. Maar bij die Koen dat ik het... Nee, ik ben het, ik zweer je dat ik nee, het daarom, ben. Dat denk ik ook. Maar nee, ben jij het zeker gezien? Nee, niet zo snel toch? Bro, vodka, 5 shots, hè? Vodka, okay. Ja, maar dat klapt op de maag, hoor. Mogen we bewegen? Ja hoor, spring maar even. Ja, maar dat merk je nog niet, toch? Nou, en dan hoe lang kick 5 shots? Je zit even naar die mat te kijken. Ik frame niemand. Nee, ik wil zo moeten even oordelen. Ik ben de enige die mat zijn gezicht gaan zien. Hij kijkt naar dat dier. Kijk die mat even aan. Kijk even naar het hoofdje van die mat. Hij zit mij te framen. Nee, ik doe niks. Oh nee, ik hou me even buiten. Maar meer, kijk even naar het hoofdje. Kijk weer eens aan. Zo'n melige hoofdje. Dit is mijn hoofd. Ja, maar ook helemaal verwerkt. Dit is mijn hoofd. Hey, ja, hou even de gaten. Hou me vooral de gaten. Milo is voor mij safe. Milo is alcoholist, hè? Ik weet van mezelf natuurlijk dat ik het niet ben, maar ik zit tussen jullie te twijfelen. Hij zit te spelen. Wat vind jij, Koen, even serieus? Het enige wat ik weet is dat ik het niet ben. Van hem merk je bij 5 wel echt heel snel, ja. Denk ik. Oh, als ik 5 shots neem, dan lig ik al. Ja, maar dit is wat iemand zou zeggen die 5 shots op heeft. Jij praat zoveel. De andere rondes praat hij helemaal niet zo heel veel. Mensen die liegen gaan vaak veel praten. Hij heeft zo'n melig hoofdje. Ik ben het niet. Ja, ik heb toch gewoon een melig hoofdje. Ja. Ik heb vandaag in de Witteberg geslapen met hem. Maar dat had je net helemaal niet. Hoezo zou dat nu al kicken? Waarom zou je zo doen? Ik ben toch gewoon zo. Lekker gek. Nee, maar ik ben het echt niet. Het is ook helemaal niet handig voor hem als hij het niet zou zijn om zo overdreven te doen. Ik doe helemaal niet overdreven. Maar je moet wel bedenken. Kijk, ik ben het Yusu niet. Hij heeft al net 5 shots op. Als in, let op. Of het handig is of niet. Of het handig is of niet. Hij kan dat dan niet meer beheersen gewoon. Tuurlijk is dat niet handig, maar ja. Deze man gaat of hij, maar ik... En Roel is voor mij altijd zus als het om alcohol gaat. Ja. Kut man, ik vind het echt moeilijk. Ik moet ook lastig. Oké. Okay. Bro, ik twijfel echt man. Tering. Die Roel die is weer zo... Ja, ik snap het. Ah, maar Roel is gewoon een cheatcode. Ik hoef helemaal niks te doen, want het enige wat hij doet is... Kijk, ik kan recht lopen. Bij jou is het wel alsof je het gewoon in een zwart gat gooit en het verdwijnt gewoon. Bij mij zou er echt geen verschil zijn. Daarom dat zeg je goed. Dus dat je zou het best kunnen zijn, zeg je eigenlijk nu. Nou ja, het is meer, ik kan niks doen om te bewijzen dat ik het niet ben. Want dan zou ik ineens raar doen en ben ik alsnog zus. Wat denk jij? Waarom ben je nog steeds bezig met overtuigen? Het spel is zo, die klok is al gegaan. Ja, het is echt gokken, man. Ik heb Mattie. Ja, ik heb ook Mattie. Ik heb ook Mattie. Ik heb Miel. Ja, en last minute begon ik te twijfelen aan Miel. Ja, ik begin ook te twijfelen aan Roel en jij zou het ook best kunnen zijn. Nee, man. Ik ben het niet, man. Het enige is, als Roel het nu is, dan zijn we echt de lul. Ja. Wil degene die net 5 shotjes vodka in zijn gier heeft gegooid zijn hand opsteken? Ja! Nee! Oh, baby, een triple! Mensen thuis, ik doe het voor jullie. 5 shotjes vodka en die kleine ook waren, dus jullie hebben het gezien. Heerlijk! Hey, op een gegeven moment hij zat me gewoon een beetje in de hoek te douwen. Ah, vieze alcoholdampen, man. Maar wie heeft de rest van de video dus terwijl hij 5 shots vodka in zijn mik heeft? Niet veel. Bro, die shots waren zo. Alleen die shots waren koud of dood. Stel, het was andersom geweest en ik had eerst die shots en daarna had ik moeten rennen. Oh, had je nooit meer gekomen? Weg kwijt. Is de video klaar geweest? Bro, ik hoop dat ik het ben. Zou we lekker vinden na die 5 vodka. Wacht even, we moeten niet te veel stilte voor iedereen creëren, toch? Roel praat nu. Ja, praat. Testen. Wacht even, ik ben natuurlijk een beetje aangeschoten. Als ik het goed begrijp, is er één iemand van ons die nu, terwijl het spel bezig is, dus eigenlijk waarschijnlijk op het moment dat ik nu aan het praten ben, is diegene aan het happen, die is dan nu aan het happen. Koen, doe ze konijn. Koen, praat nu! Nee, ik ben een Roel, konijn. Praten, moet ik fluiten. Mat! Ja, lekker. Jongens, laten we even van de 1 naar 100 tellen om zijn beurt. Ik begin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. 13. Hoe groot is je hamburger, Roel? Mijn hamburger? Ja. Het is een driedubbele wopper. Een driedubbele wopper. Die is speciaal gebakken. Fluit eens. Koen? Jij, nee, Mat? Ik kan niet fluiten. Jawel, dat kan je wel! Ik kan niet fluiten. Miel, fluit eens. Maar Koen, jij praat wel veel, maar dat is dus eigenlijk in dit geval goed. Ja, ik praat heel veel. Ik heb niet praat nu. Ik kan nu praten. Ik hoorde een stukje brood in je keel. Een stukje brood in mijn keel? Ik hoorde een stukje brood. Ja, maar ik heb het gevoel, ik sta naast Roel, ik had het gevoel dat ik hem af en toe hoor kouwen. Roel, praat nu. Ik praat nu. Jij smaakt, Roel. Roel, of je de volgende keer even over achter praat, want je praat met volle mond. Ik praat niet met volle mond. Is die wel lekker, Roel? Ik heb nog een hap genomen van een hamburger. Is die wel lekker? Dat weet ik niet. Het is zo'n makkelijk spelletje. Roel, praat. Is het zo'n snoephamburger? Ja, ik hoor het. Ja, dat is een beetje met volle mond. Dat is een beetje gek. Een beetje met volle mond praten. Hoe vlaat nu? Ja, jongens. Ja. Weet je hoe lastig het is om in één keer te fluiten? Niet eens als je een hamburger in je mond hebt. Wat, fluit? Ik kan niet fluiten. Hoor je dat? Hoor je dat? Ik heb gewoon een beetje droge moffel, man. Bro, Matt, ik hoor dit wel. Nee. Matt, jij zat een beetje... Nee, dat is gewoon een droge moffel, man. Ik zweer dat u... Kom, praat nu. Ja. Jij? Matt, klap eens in je handen. Dat duurde wel lang. Roel, klap eens in je handen. Ja, hij heeft dat broodje al op, man. Dan moet je niet laten om de tuin leiden. Zo, hij heeft hem al op, die Roel. Stukken brood in mijn keel gehoord. Hallo, ik ben stuk brood. Je zit nu te kauwen. Je bent aan het kauwen, as we speak. Opgedroten, kleffe stukken brood uit zijn kiezen te rapen. Ja. Roel, durf jij te blazen naar Milo met je adem? Jazeker. Blaas maar. Kijk, en als het een hamburgerlucht zou zijn, zou je zeker niet omgevallen zijn. Roel is het niet, jongens. Het ruikt naar groente. Roel is het niet. Roel kan het niet zijn. Het ruikt heerlijk. Ik heb te weinig gefocust op Koen, man. Terwijl ik hier nog een beetje in het hoekje bij me stond. Maar kijk, het ding is wel, we hebben maar 5 minuten, toch? Ja. Al vragen we Koen niks, krijgt hij die burger niet op in 5 minuten. Oh! Ah, de gong. Die deksel de gong. Hey, ik vind het lastig, man. Ik twijfel tussen twee, man. Nee, ik weet het al. Ja, ik zit op 60-40. Bro, jij bent het niet voor mij. Kom. Nee. Jij bent het niet wat voor ik mij. Wat heb ik nou weer? Ik weet helemaal niks. Ik zit maar voor mij, gewoon. Maar voor mij is het een 60-40. Zal ik eerst? Ga jij maar eerst. Ik heb Mattie. Wat? Hè? Je staat naast mij. Je ruikt niks. Ga maar. Ik heb Roel. Oh, ik heb weer iets anders. Ik heb Koen. Hè? Ja. Ik? Ja, jij staat het vers met mij af. Miel, de beslissende stem. Zeg alsjeblieft dat het die Roel is. Ik ben ervan overtuigd, die broodklodden schoten als ik kreeg. Het mooie is, niemand verdenkt mij. Dat vind ik een mooi iets. Maar ik ben het niet, dus dat is goed voor jullie. Ik kan dus wel bepalen op wie de meeste stemmen komen. Dat komt goed uit, want ik weet wie het wel is. Het is Matt. Het is Matt, dat weet ik gewoon. Jij had één moment, dan moesten we jou iets vragen. En jij deed... Wil de hamburgereter zijn hand omhoog steken in 3, 2, 1. Wuif even mijn kruimels weg, hoor. Godverdomme. Duidelijk, man. Duidelijk, man! Je hoorde dat brood in de keel, man. Ja, maar waarom klap jij zo raar? Ik had gewoon even niet door, ik moest klappen, man. Kan niet klappen, kan niet fluiten. Was het echt een wopper? Boem, boem, boem. Nee, het was een magnetron hamburger. Dat is echt smerig. Weer fout, man. Kloten. Bro, degene die dit is, Brie. Ik heb daar medelijden mee. Ik hoop dat jij het net zo hebt. Koen. Ja? Koen is het niet. Nee, ik zit op een stoel. Oh, je zit op een bank. Milo. Ja? Vind je het lekker? Dit is wel koud. Milo, klap eens in je handen. Oh, kut, ik mag het niet zeggen natuurlijk. Die gozer snapt het best. Milo, klap eens in je handen. Vriend, ik zit hier in een ijsbad, mogol. Maat, klap jij eens in je handen. Ja, ik weet hoe dat moet. Hebben we vorige ronde gezien. Doe eens. En Roel? Bop, bop, bop. Koen, doe het zelf eens. Koen, kan jij goed tegen de kou? Nee. Als we puur technisch gaan kijken, kan je Milo niet in zijn bad zetten, want dan stroomt alles over. Heb jij geen natte sokken dan? Natte sokken? Ja, omdat die overstroomt, die snap je, dat is een grapje. Ah. Ja, nu humor komt er echt uit. Ik heb dus geleerd van Wim Hof, dat is een vriend van mij. Op het moment dat je in een ijsbad zit, moet je je luchtdruk controleren. Dan hou je... Oké, wacht. Accepteer je hem. Matt, laat eens een scheet. Ik had niet op commando een scheet laten. Je hoort die man gewoon trillen. Jij wil mij gewoon elke ronde eruit hebben. Als in een soort expeditie. Sorry, ik hoor je niet, maar ik alleen maar een soort bibber in de stem hoor. Jongen, je wil me zo eruit hebben. Je lijkt mij wel. Matt, welke kleur zwembroek heb je aan?
zwart. Dat is toevallig, ik ook. Ik hoop zo dat ik dat dingetje afdoe straks. Er zit een dronken kale man in de Maar weet je waarom ik het niet kan zijn? Nou? Dat is voor de editor te veel moeite om al die titel weer te blurren. Ja. Ik moet zeggen, ze kosten nog moeite gespaard om altijd gewoon die track motion. Matt, heb jij ooit eerder al in een ijsbad gezeten? Ik heb ooit een keer voor een video in een ijsbad gezeten. Ja. Jij houdt het best goed. Welke video dan? 10 dingen, nog wat. Dus, oh, nog ja. Wat. Hoe koud is het, Matt? Oh, ijsblokkie. Koen, heb jij wel eens in een ijsbad gezeten? Nee. Koen, heb je al eens kouder dan 38 graden gedoucht in je leven? Nou, ik heb dus slecht nieuws. Mijn boiler is stuk. Oh, nee. Oh, wat erg. Niet lullig bedoeld, maar dat is echt een arme mensenprobleem. En Roe. Ja. Jij bent wel iemand die vindt dit soort theorieën mooi. Goed voor je lichaam, koud. Weet je wat de theorie van Wim Hof is? Ja, bruin vet. Ja. Wat? Dat had de cameraman daar eens een keer verteld, dat bruin vet sneller verbrandt. Wat in de naam der brie is bruin vet? Kijk eens naar je buik. Dat ja. Dat is wit, dat is roze vet. Doe dat nog eens? Nee. Ik vond dat aardig klotserig. Ik hoop dat we deze ronde 20 minuten kunnen doen. Roel, zou je zo Wim Hof ontmoeten? Wat zou je vragen als eerste vraag? Als je dan in zo'n ijsbad zit, wordt je piemel dan ook heel klein? Maat, vertel eens. Is dat zo? Die van mij kan niet klein zijn. We hebben het niet over je balzak, hè? Over je lul. Je lully. Oh! Oké, stemmen? Ja. Miel, begin jij maar. Voor mij is Himmelschil de mooiste plek op aarde. En zo klaar als een klontje. Mat zit in een ijsbad. Ijsmat. Je hebt al 3 keer het fout gedaan, hè? Mijn stem is minder klaar als een klontje. Ik denk dat het Roel is. Ik denk ook dat hij, net als alle rondes, dat hij er gewoon helemaal geen probleem mee zou hebben. Ik sta voor, misschien moet ik het tactisch spelen. Door op degene te stemmen die in een ijsbad zit, en dat is Mat. Ik stem op Mat. Maar stel jongens, ik zit nu in een ijsbad. Dan hebben jullie het allemaal fout. Dus ik stem op Mat. Ik denk ook echt dat jouw hoofd helemaal blauw is. Doen we de blinddoek af in 3, 2, 1. Wat ik er nu uit. Dit is zo bizar. Ik voel mijn hele huid niet meer, jongen. Zo, wat koud. Zo, ik hoog. Dat is niet normaal. Hij zit ook hoog. Kom eruit, bro. Joh. Kom eruit. En dan voor Jan Pik helemaal geen punten gehaald. Oh, je benen is helemaal rood. Bro! Ik voel helemaal niks. Kijk dit. Wat is dit? De Iceman. Wat is dit nou weer? Shampoo. Wat is dit voor squirt? Niet zeepen. Niet leuk. Ik wil even hier helemaal geen zin in. Doe was je allemaal maar in dat bak. Ik kan je toch even zeepen maken? Nee, maar ik kan niet douchen. Niet doen. Er is een douche boven. Nee, niet doen. Even zeepen. Verzopen. Ik kan je toch even zeepen? Ik wil je gewoon even inzeepen. Nee, ik heb er echt geen zin in. Ik zit in de huis. Ik heb geen gevoel meer. Bro, je mag wel je okselhaarkjes scheren, man. Ja, prima, bro. Koude dottie. Je deed het echt goed, man. Heel goed. Zo, het is wel koud, man. Tering. Waarom doe je dat? Deze bro is irritant dronken, man. Wat een kwaai dronken heeft die gast. Tering. Dames en heren, willen jullie That's what good pussy sounds like. Willen jullie ongelooflijk bedanken voor het kijken. Nou, bang ze dus. Wie van de 4? En wie van de 4 heeft gewonnen? Roel is de winnaar om vandaag te lezen. Roel, gefeliciteerd. De laatste woorden zijn voor jou, vriend. Ik ben een rare vogel en daarmee ook heel onvoorspelbaar. Wat even Tia. Maar het gaat het wel?